We hebben de juristen gehoord. Algemeen oordeel is toch wel aan die wet zelf. Er is niet zoveel mis, maar hoe die in de praktijk geïnterpreteerd wordt en gehanteerd wordt, daar kan wel enige verbetering plaatsvinden. We gaan luisteren naar straks de verpleegkundigen, dus dan staan we dicht bij het bed. Maar eerst twee politici die met elkaar de strijd aanbinden over de vraag: bent u er beter van geworden? Ja, dan wel nee. Ik wil graag een applaus voor Esme Wiegman. Zij is van de ChristenUnie, Tweede Kamerlid, woordvoerder VWS en medisch-ethische zaken. En Anoushka van Miltenburg, zij is van de VVD en ook woordvoerder op deze beide terreinen. Eerst even beginnen met dank te zeggen voor de uitnodiging om hier vandaag aanwezig te zijn. Het is de bedoeling dat er vandaag wat controverses worden neergezet. En ik denk dat u daarvoor in mij als Tweede Kamerlid van de ChristenUnie een goede hebt gevonden. Maar nogmaals, waardering ook voor de uitnodiging aan mij. En dat we hier met elkaar ook in discussie in gesprek kunnen zijn. 5 jaar euthanasiewetgeving, bent u er beter van geworden? Nou, als politicus vat ik die vraag ook op, is de samenleving er beter van geworden? En dan zeg ik nee, want het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie geen voorstander is van de euthanasiewetgeving. Het zal dan ook duidelijk zijn dat we ook nooit zullen instemmen met een verruiming van de wetgeving. Maar laat ik ook beginnen met het neerzetten van mijn uitgangspunt als het gaat om het leven. Ik zie het leven als een geschenk van God, wat een mens wordt toevertrouwd. En waar een mens niet zelf over beschikt, maar God. En waar een mens ook zich over heeft te verantwoorden. Ik besef dat hiermee de wegen natuurlijk al snel uiteen gaan. Bij mijn collega van de VVD, maar ik moet ook bij het overgrote deel van u. Daar ligt het uitgangspunt toch heel sterk in het zelfbeschikkingsrecht. Maar het lijkt me goed om te realiseren dat iedereen het debat voert en kleurt vanuit een bepaalde levensbeschouwing. En ik wil het echt onderstrepen, omdat ik het jammer zou vinden als ik bijvoorbeeld als een soort exoot wordt weggezet die er nog een levensbeschouwing op nahoudt. In dit verband zou ik ook nog eens willen onderstrepen dat de euthanasiewetgeving een strafuitsluitingsgrond behelst voor artsen. En dat het dus niet gaat om een individueel zelfbeschikkingsrecht of een vrijwillig levenseinde. Maar hoewel er verschillen in levensbeschouwingen, zijn er genoeg punten waar op basis van argumenten een debat gevoerd kan worden. En één daarvan is het bestaan van het absolute zelfbeschikkingsrecht. En volgens mij en vele anderen bestaat dat niet. Het zelfbeschikkingsrecht wordt beperkt doordat anderen ook rechten en vrijheden hebben. Het zelfbeschikkingsrecht kan niet losgezien worden van de belangen van medemensen, maar ook het belang van de arts. Hij vervult een publiek erkend en wettelijk beroep en daarmee is euthanasie ook een publieke zaak. Kortom, het gaat altijd om verantwoordelijkheid en relaties. Een ander punt is het waardigheidscriterium. Ik heb begrepen dat de NVVE het waardigheidscriterium zou willen invoeren als uitsluitingsgrond. Maar hiermee wordt verondersteld dat het begrip waardigheid gedefinieerd kan worden. Maar waardigheid kan niet worden afgemeten aan de omstandigheden of aan bepaalde vermogens van een mens. Menselijke waardigheid is inherent aan het mens zijn. En de onontvreembare waardigheid van de mens wordt ook genoemd in de preambule van de universele verklaring van de rechten van de mens. En je kunt daarom niet stellen dat lijden, hoe erg ook, een mensenleven mensen onwaardig maakt. Een mens verdient respect, omdat ze bestaan als zodanig zin heeft. Zelfs wanneer die mens er zelf niet van overtuigd is. Ik wil afsluiten. Het is de bedoeling dat we vandaag in controverse zijn. Waar we het vandaag hopelijk wel met elkaar over eens zijn, is het belang en de waarde van een goede gezondheidszorg en palliatieve zorg in verzorgingshuizen, hospices en bij mensen thuis. Een verzoek om euthanasie zou niet mogen voortkomen uit onvoldoende en inadequate zorg of aandacht, of uit angst voor wat kan komen. Goede zorg en aandacht van familie en vrienden, adequate pijnbestrijding, wat tegenwoordig bijna altijd mogelijk is, is een beter antwoord op een verzoek om euthanasie. Ja, ik wil graag aanhaken op je inbreng over zelfbeschikking. En het feit dat het als een soort afleiding van de proberen om je discussie over het grote goed van zelfbeschikking in zijn algemeenheid te stellen. Ik ben het wel met je eens dat mijn grens had ik daar, ben ik ook wetgever, omdat daar in die wet altijd de grens aan zelfbeschikking stelt. Maar als het nou gaat om individuele zaken,
dat dat dan altijd een publieke zaak is. Ja, en dat is denk ik een heel cruciaal verschil. Ik zeg, dat individu staat nooit op zichzelf. Want op het moment dat juist het individu zegt, ik maak hier een bepaalde keuze, dan heb je altijd te maken, toch met naast de mensen om je heen, die dat hebben te accepteren, die dat van dichtbij meemaken. En je hebt te maken ook met een arts, die daarmee te maken heeft, daar een keuze moet maken. Dus die individuele beslissing, ja, dat is dat niet, dat staat niet op zichzelf. Ja, maar dit is nog weer anders, als dat effect heeft op mensen om je heen, of dat je stelt, dat deed u, dat het anders een publieke zaak is. Het publiek van ons allemaal. Ja, omdat die arts daar een rol heeft, die dus een publieke functie heeft. En ik denk ook zeker op het moment dat je tot zo'n keuze zou komen, waarbij bijvoorbeeld ook zo'n begrip als mensen hebben waardigheid een rol te spelen. Ik denk ook op het moment dat jij van jezelf zou zeggen van, hier is mijn waardigheid zo aangetast in mijn beleving. In deze zo'n individuele analyse heeft ook implicaties voor de samenleving, want daarmee geef je impliciet ook een oordeel over mensen die bij een vergelijkbare situatie zijn, waarvan jij dus eigenlijk ook impliciet zegt, ja, dit is mensonwaardig. Dan moet ik even heel erg reageren en gelijk de eerste drie minuten om het af te geven, want ja, daar ben ik er beter van geworden. Ja, op het moment dat je zegt van, we kunnen, als waardigheid niet meer iets is waar je zelf een beslissing over kan nemen, waar je zelf kan beoordelen of iets waardig vindt, dan is dat ook een publieke zaak. Dan zeg je ook, ja, de opinie van het publiek, van het publiek domein is belangrijk, ook als het over zoiets, nou ja, privés gaat. Dan herken je eigenlijk de hele werking van de privésfeer niet, waar mensen een oordeel kunnen vellen over zichzelf. En dat is iets waar we bij de baatbaarbeweging terecht in kunnen inbrengen. Daar komen we waarschijnlijk ook nooit tot elkaar. De vraag waar ik antwoord op geef is, bent u beter worden van de euthanasie? Nou, als lid van de VVD vind ik de euthanasiewet een geweldig slotstuk van een hele lange discussie. En in die zin is het, ja, het is natuurlijk geweldig vastgelegd in de wet dat daar een recht op is. Dat dan een recht is dat je kunt zeggen tot hier en niet verder. Een recht waar je geen gebruik van hoeft te maken, maar dat is altijd mooi van recht. Als ik nou kijk van, heeft het gebracht wat we in, zoals ik 30 jaar, een deel van die 30 jaar in de discussie heb meegemaakt, denk ik nee. Ik denk dat heel veel mensen van tevoren en ook tot op dit moment denken dat de euthanasiewet hun een soort absoluut zelfbeschikkingsrecht geeft waar het wel niet het over had. En dat is niet zo en daarom zijn er ook veel mensen die er teleurgesteld over zijn. Die teleurgesteld zijn over het feit dat ze, ik hoorde het in het begin ook in het filmpje, zeggen van ja, je hebt er altijd nog een arts voor nodig. Maar ook dat die arts uiteindelijk het grootste zelfbeschikkingsrecht heeft in de beslissing. Namelijk als hij het niet wil, als hij er tegen is vanuit zijn visie, of zij er tegen is vanuit haar visie of zijn visie op het menselijk leven, dan krijgt de patiënt die erom vraagt het niet. En als dan, en het is, ik ben het met alle sprekers even zeggen, het is toch een mooie wet. De mogelijkheden veel ruimer dan dat ze tot nu toe gebruikt worden. Ik denk wel dat we toe moeten naar een systeem waarin artsen veel explicieter moeten aangeven naar hun patiënt toe. Zeker huisartsen. De huisartsen spelen hier dan vaak een centrale rol in. Hoe zij hierin staan. En ook dat zij een actievere rol moeten hebben bij het doorverwijzen naar mensen. Naar artsen die hun wel willen helpen. Dat zou toch op zijn minst. Dat zou je toch op zijn minst van een goed hulpverlener verwachten als je een vraag stelt. En als ik aan mijn huisarts vraag, kan ik een abortus krijgen, dan moet hij dat ook niet uitvoeren. Dat hoeft hij niet, maar hij kan me wel verwijzen naar die persoon die me daarbij wel kan helpen. En ik denk dat daar een verbetering in de wet zit.